Mijn naam is Govert Zweep en ik word voor 365 dagen een opstapper bij de KNRM. Na het behalen van verschillende trainingen, keuringen en vaarbewijzen is het nu tijd voor het echte werk. De volgende stap om next level te gaan. Ik spreek de vrijwilligers en slachtoffers over indrukwekkende reddingsacties. Dan moet je animatie doen, ja, en dan zie je een jong persoon onder je. En uiteraard ga ik zelf ook mee in de actie. 1 matroos verloren. En we zijn dus op zoek naar een matroos. Ik ervaar moed, kennis, lef, maar ook de emotie van het vak. Welkom bij Govert als redder op zee. Vandaag ben ik in het KNRM-station in Huizen. Terwijl de KNRM'ers bij elkaar komen, moet ik beneden wachten. Er is een briefing over de oefening waar ik zo meteen in mee word genomen. Ja, wij moeten even wachten in spanning. Tom en ik mogen nog van niks weten. Oké, nou, we gaan beginnen, Horen. Binnen een minuut moet je hier de camera uit. Het pak is aan, we zijn er klaar voor. Ja, mis nog wat hoor, vriendelijke vriend, anders verdrink je gewoon. Dus als je overhoop vast komt te zitten, dan kun je jezelf bevrijden. De zweet staat al op mijn voorhoofd, joh. Ik ga mee op een avondoefening. Zit jij nou bij de KNRM? Dit is het 13e jaar dat ik dit doe. 13e jaar? Ja. Zo. Hoe oud ben je? 28. Het scenario is voor nu nog onbekend. Maar met 3 boten van de KNRM gaan we het water op. Nou, dan is het heel belangrijk dat je 2 voeten op de grond houdt altijd. Ja. En 1 hand voor het schip. Om te voorkomen dat je zelf over de muur gaat. Ja. Arie heeft te veel frikandellen gegeten. Nou, spannend. We worden gelijk in een oefening gegooid. Het is inmiddels donker geworden. Je weet niet waar je toe gaat altijd. He, soms een actie een uurtje. Maar je hebt ook een actie van 18 uur. En dan weet je ook, op het moment dat je ook in die actie komt, als jij niet doorgaat met z'n allen, dan weet je ook dat mensen niet overleven. De KNRM is het hele jaar rond, 24/7 beschikbaar. Voor mens en dier betreden ze levensgevaarlijke situaties om dat van een ander te redden. Samen met Tom ga ik dit avontuur aan. We besluiten daarom om ook zelf KNRM'er te worden. Voor mij ziet dit er nu nog even uit als hogere wiskunde. Hoe lang duurt het bij jou om dit helemaal eigen te maken en te begrijpen? Ja, dat duurt wel heel even. Zeker omdat je straks op snelheid gaat varen. En dan ga je toch wel vlekjes zien die je niet kan thuisbrengen. De mannen en vrouwen van de KNRM zijn specialisten. Ze zijn opgeleid om een veilige situatie te creëren in een onveilige omgeving. Ja, we varen tegenwoordig 2.500 keer per jaar voor incidenten. Wat natuurlijk niet allemaal levensbedreigend is. Hè? Dus het zit van klein ongemak tot absoluut levensbedreigend. We hebben een binnenvaartschip vertrekkende vanuit Huizen. 1 matroos verloren. Tussen de keerton van Huizen en de Stichtse Brug. Ja, heeft u het bericht van de kustwacht meegekregen over? Ja, dat is goed meegekregen. Wij gaan achter jullie aan. Zodra je iemand ziet, de eerste die hem ziet, die wijst hem meteen aan. Want ben je hem kwijt. Ja. Dus meteen wijzen en ook blijven wijzen. Tijdens een reddingsactie is tijd zeer schaars. Iedere seconde die telt. Daarnaast is het ook nog eens nacht. En we zijn dus op zoek naar een matroos. Een persoon te water vinden is erg moeilijk. Even kijken, daarachter. Amy heeft hem gespot. Daar zo mooi aan de zijkant dat op dit moment het schip van de KNRM Huizen net naar buiten heeft gehangen. Natuurlijk nu op dit moment geen persoon, dus dat scheelt heel erg. Maar dit gebeurt dus gewoon heel veel keren per jaar hier in Nederland, in ons eigen land, dat dit wel een persoon is. Daar gaat hij op dit moment. Zo te zien buigen ze nu over het lichaam. Ik denk dat ze nu een soort medische check gaan doen. Dus alles wat natuurlijk hier over de kust drijft. En ja, soms drijft het natuurlijk al een paar maanden. Ja, dan moet je ook binnenhalen. En dat is vrij heftig. Heel vroeger deed natuurlijk de politie dat. Maar dat is nu ook een taak van de reddingsmaatschappij om toch dat ook te doen. En dan moet je goed kijken. De volgende dag zeker. Hoe gaan de mensen mee om? En ook ik ervaar het, hoe het is om een drenkeling veilig aan boord te brengen. Zou je mij kunnen meenemen? Een van die momenten dat je achteraf kan zeggen van hey, dat is misschien wel lichtelijk traumatisch. Ja, dit zijn, nou ja, het eigenlijk vooral de stoffelijke overschotten. Hallo, we hebben hem binnen. Het is tijd om aan de andere kant te staan. Hoe is het als je zelf in het water ligt, als drenkeling? We hebben drenkeling zojuist allemaal gered. Nu worden wij de drenkeling, ja. Dus we worden eruit gedonderd. Gaan we even gelijk zien hoe betrouwbaar ze zijn. De jongens zijn, ja. Maar even voorstellen dat als je serieus van een schip afkomt en je ligt hier zo in het pikken donker, dat het wel echt rete eng is.
dan raak je ook gewoon binnen 10 minuten onderkoeld. Eigenlijk ben je helemaal gedesoriënteerd hier in het water. Nu komen de golven ook. Holy moly. Zo. En dit gebeurt dus ook gewoon serieus vaak in Nederland, dat de mensen gewoon als drenkeling in het water terechtkomen. Wij mogen het nu voor een klein beetje ervaren, wetende dat we gered worden. Tenminste, dat hoop ik ook echt. Het lijkt me zo alleen, vooral dat je in het water ligt, niet wetende of je hulp gaat krijgen. Oké, als het goed is komen ze daar. Ik zie hier wel een boot. Ja, ik zie een dikke kopland naar ons toe komen. Als het goed is, port hem. Hallo! Ik denk dat je weinig andere organisaties hebt binnen Nederland die zoiets kunnen doen. Natuurlijk, we hebben hier natuurlijk een reddingsbrigade in Nederland, hè, maar dat is natuurlijk meer bij en om het strand natuurlijk. Geen slecht weer, dat is de organisatie die er dus wel iets op lijkt, maar toch ook weer niet. Vaak wordt de KNRM verward met de reddingsbrigade. Waarbij de reddingsbrigade niet ver op zee uitrukt, doet de KNRM dat wel. Tot aan halverwege Engeland is de KNRM verantwoordelijk. Dat betekent soms ook dat ze dus uitrukken hebben op de Noordzee bij grote vrachtschepen. Vrijdagavond zitten we sowieso met z'n allen om de bar, dan is het meestal wel even eten. Gisteren hebben we met z'n allen pizza zitten eten, toen hadden we tot 10 uur zijn we bezig geweest met een bootbrand die net ging toen we aan tafel zaten. Dan mag het, dan hebben we hard gewerkt. En soms ook als we niet hard gewerkt hebben. Je bent op een gegeven moment zo goed gefocust dan op het redden van iemand, dat je een beetje daarin verzeild raakt, dat je bijna vergeet dat je zelf in dat ook gewoon een burger bent. Ik denk zeker als er mensenlevens op het spel staan, dat je toch onbewust meer risico neemt voor jezelf. Na een interessante, leerzame, maar ook zeker gezellige avond was er voor mij maar één ding duidelijk. Ik wil bij deze club mannen en vrouwen horen. Want besef dat deze mensen dit als vrijwilliger doen. Ze hebben dus ook nog een gewone baan ernaast. Om te solliciteren reis ik naar het hoofdkwartier in IJmuiden. En dan, ja, dan ga je eens een keer mee en dan ga je nog 2 keer mee. En dan word je bevangen door het virus. Je moet kameraadschap mooi vinden. Dus in een maatschappij waarin het steeds individualistischer wordt, lopen hier denk ik mensen rond die nog de charme zien van iets collectiefs hebben om voor te gaan. En het ook mooi vinden om daar ver in te gaan. Eenmaal hier in IJmuiden heb ik een afspraak met de directeur. Mijn naam is Jacob Tas, ik ben de directeur van de KNRM. Onze visie is dat er niemand verdrinkt of slachtoffer wordt op het water. En dat doen we met vrijwilligers. Dat doen we 24/7, 365 dagen. Dat doen we kosteloos. Dat wordt mogelijk gemaakt via de redders aan de wal, die het geld soupleren, waardoor die organisatie onafhankelijk en zelfstandig kan opereren. We hebben dus een gesprek op dit moment met de directeur en we gaan een soort sollicitatie doen als opstapper. En we gaan alles te horen krijgen wat we moeten gaan doen komende tijd om dus officieel bij de KNRM te gaan werken. Ik ben benieuwd. Tom, ga je mee? Ja, ik durf er niet meer. Dit jaar viert de KNRM haar 200 jaar jubileum. 75 reddingsboten, 1400 vrijwilligers en gemiddeld zo'n 3.500 geredde personen per jaar. Goedendag. Hey. Ja. Hallo, kom binnen. Hoi, Jacob. Het. Het duurt eigenlijk 3 jaar om opstapper te worden, in principe, binnen de KNRM. Wat altijd wordt benadrukt, dat als je dit doet, dat je het wel goed beseft hoeveel tijd en moeite het gaat kosten. Zo'n 3-jarig KNRM-traject als opstapper. Ja. Wat kost dat voor jullie als investering om te doen voor zo'n vrijwilliger? Dat is iets van 5.500 euro. Dus het is kostbaar, maar daarom benadruk ik dat niet alleen maar geld. Dan zullen wij in ieder geval beloven nog niet snel weg te gaan lopen. Nee. Als allereerst, we hebben nu kennis gemaakt. We willen graag opstapper worden, dus de wil is er. Ja. Wat moeten wij allemaal gaan behalen qua papiertjes om even op die boot te kunnen staan, ja, zometeen? Je moet je vaarwijs 1, 2 halen natuurlijk. EWO moet je halen. Je moet je Markom A, Markom B halen. Daarna moet je ook raden doen. Je moet een weekje naar cursus. Ja, het is vrij complex. Want ja, voor iedereen moet een bepaalde basis hebben. Als de pieper gaat en een ploeg komt aan, dan wil je niet moeten wachten op je EHBO-plusser die nog bij de file staat. Dus, of, de navigator die is van zijn fiets gevallen, dus die kan niet komen. Veel werk voor de boeg. Ja, voor jullie, dus zeker. Als je dat ook nog eens in een korte periode wil doen. Ja. Top. Leuk. Dankjewel. Lekker goed. Hartstikke bedankt. Off we go. Leuk. Succes, jongens. Ik begin met het invullen van medische documenten. Ik moet een hoop papieren gaan invullen. Ik heb morgen namelijk een sportmedische keuring. Ik word van top tot teen gecheckt. Ben ik lichamelijk überhaupt wel in staat om KNRM'er te worden? Ik heb in een potje geplast. Ik weet niet waarom, ik moest toch lachen vanochtend toen ik het aan het doen was. Ik voelde zo gek. U kwam voor een KNRM-keuring. Dat klopt. En je bent aankomend opstapper. Opstapper. Ja? Gebruikt u medicijnen? Nee. Een keer geopereerd,
aan de neus? Ja, ja, tussenschotten weggehaald omdat ik niet kan ademen door mijn neus, wat overigens nog steeds zo is. Bent u wat allergisch voor grassen? Wat is uw gewicht? 69,2. De man is 1,75. Dat had beter gekund. Ja. Ja, dat is wat stijfjes. Letterlijk alles werd gecontroleerd. Het is namelijk belangrijk dat je fit en flexibel bent. Natuurlijk, zelfs op meer moment dat wij de stijg aflopen met slecht weer, arbotechnisch kun je het niet dichtspijkeren. Maar je weet wat je aan elkaar hebt. Je weet wat je aan het schip hebt. En ja, dan moet je vertrouwen in hebben in elkaar. 110,70. Mooie bloeder. Je bent geen zware mens, dus dan daar hangt dat meestal een beetje mee samen. Ja, nou, dat is mooi. Dan kan ik lekker door blijven eten. Maar gelukkig zag alles er tot nu toe goed uit. Ik had zelfs longen van een 18-jarige. Want hier ben je 18 jaar, dat is wel leuk. Govert, hou vol, kom op. Govert, je bent goed bezig, jongen. Ja, daar is die. Tijdens het bewegen werd mijn hart en bloeddruk goed doorgemeten. En ook dat zag er netjes uit. Geen bril of lenzen, hè? Nee. Oké. Okay. Alleen kom ik er dus achter dat ik blijkbaar helemaal niet goed kan zien. 17? Nee. Moet je een lijntje volgen. Oh, 5. Je ziet hier een 5 in, ja. Ik laat hem u even zien. Deze, die ziet hier 5 in. Dus je hebt een kleuren afwijking. Nou, nu scheelt het dat Tom wel goed kan zien. Dus samen zijn we soort van wel goedgekeurd. We zijn er in ieder geval doorheen. Je moet flexibel zijn, maar je moet ook kunnen handelen. Als tweede stap, na veel uren leren, haal ik mijn vaarbewijs. Als derde stap leer ik alles over het pak. Hier heeft in principe iedereen gewoon zijn eigen pak liggen. Pieper gaat af. En binnen 10 minuten moet de boot varen. Het pak blij, houd je ook helemaal droog. Er zit nog een soort drijflichaam in, daar keer je dus op drijven. Want ja, jij hebt mijn maat, ik zou ze even trekken snel aan. Je hebt 10 minuten, want de piep is gegaan en uiteindelijk is gegaan. Nou, dus hierheen gerend. Vanuit thuis kom je dan al. Dus je bent al 5 minuten onderweg. Ja. 6-7 minuten. Auto geparkeerd. Ja, auto geparkeerd. En trek vast je pak aan. Ja, je moet toch niet door jouw pak scheuren. Nou ja, je moet het toch wel aantrekken. Jij zit te knikken, Joost. Ja, maar dit ga je niet hebben. Ik ga het Joost ook laten proberen. Je hebt nog 9 seconden, zo. Ja. Ja, goed. 8, 7. Ja, helaas, de boot vaart weg zonder jou. Kijk, hij vaart weg daar zo. Je hebt in ieder geval nog even oefenen voor Govert. Ja, dat is één ding wat zeker is. Ik heb het niet geprobeerd, Tom. Nee, ja, ik ga thuis ook stiekem oefenen. Ja, ik wou het zeggen. Je mag lullen. Vervolgens krijg ik ook nog een inkijkje in de garage om te weten met welk materiaal de KNRM werkt. Er zijn hier continu mensen aan het werk om aan de gang te gaan met het repareren en de onderhoud van alle boten die de KNRM gebruikt. En het is zo van levensbelang, omdat er ieder moment van de dag zo'n boot klaar moet staan en functioneel ook, om die uitdruk te kunnen maken. En hierboven liggen alle onderdeeltjes alsof je gewoon in een grote autogarage bent. Maar dan doen ze dat hier allemaal intern. Nou, we zijn hier in de werkplaats. Dus die is helemaal uit elkaar geweest. Motoren eraf. De motor is eruit, dat zie je. Ja. Kun je mooi zien hier nou? Dus ze zouden jou om 10 uur 's avonds kunnen bellen en dan moet je erheen, als het echt zou kunnen. Daarnaast wil ik ook benadrukken wat heel veel mensen niet weten. Als ze ons al kennen, dan weten ze niet dat we dit werk doen zonder overheidssteun. Iedereen denkt van nou, dat is goed voor elkaar, dat zal de regering of de overheid wel betalen. Dat is dus niet zo. Sterker nog, ik denk soms dat we het goed voor elkaar hebben omdat we dat niet hebben. En daar zijn we ook heel blij mee. Dat kunnen we via dus die redders aan de wal. We hebben dus ook echt die donateurs nodig, want anders kunnen we dit niet zo blijven doen. Ik neem jullie dit komende jaar, verdeeld over 4 afleveringen, mee in mijn hele avontuur bij de KNRM. Later dit jaar zal ik ook echt mee kunnen gaan met meldingen op zee. Maar voordat dat kan, moet ik eerst de UWET-training gaan doen. Jongen. Ik weet helemaal niet waar ik moet zijn, joh. Goedemorgen. Yo, goedemorgen. Hoe is het? Een paar uurtjes geslapen. Ja. Redelijk moe, maar we gaan er wat van maken. Jij? Ja, moe. Ja. Het is vroeg. Ja. Dus, maar ja, ik heb er wel zin in. Ik heb er wel zin in, ja, zeker. Nou, hop. Het is rete vroeg. En dat zeg ik omdat ik gisteren al 9 uur lang gereden heb vanuit Zuid-Frankrijk. Een paar uur heb geslapen en ook eerder terug ben gekomen van vakantie. Om deze opleiding te gaan doorlopen. Want deze opleiding is er namelijk maar een paar keer per jaar. En we moeten hem ook uiteindelijk echt halen om op de boot te mogen. En daar heb je Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed jongen. Heb je een zwembroek bij je? Onderbroek. Ja, je gaat toch niet in je onderbroek die opleiding doen? We krijgen vandaag verschillende trainingen, waarvan ene ook brandveiligheid. Kan natuurlijk op een schip van alles gebeuren. Het KNRM schip zelf kan natuurlijk in de fik vliegen, maar er kan ook wel eens een oproep zijn waarbij
er juist een brandend schip op het water ligt, wat bijvoorbeeld nu bij Ameland gebeurt. Vandaag krijgen we veel op ons dak. Een combinatie van theorie over brandveiligheid, overleven op zee en praktische vaardigheden. Zoals bijvoorbeeld, wat doe je als je met je helikopter in het water komt? Maar niet alleen dat, hè. Het is ook gewoon gezellig met die mannen. Weet je. Het is een beetje avontuur, het is een beetje dingen leren. Echt super begeisterd. Wat is dat in Nederland? Gefascineerd. Het is een beetje fysiek. Het is een beetje nadenken met z'n allen, ook in een groep. Je moet zeker in een groep kunnen werken. Terwijl ik mijn leven wegtekende, moest ik natuurlijk even opscheppen over mijn goede longinhoud van de sport en medische keuring. Want hier ben je 18 jaar, dat is wel leuk. Ik ben blij, ik had een longen. Mijn longen waren 130%. Ik had het leven 18 jaar. Hij zei tegen mij, ja, ik heb die geuvert allemaal een beetje goed gevoel aan. Ja, ja, precies. Ja. Hij zei tegen mij ook, ja, ik zet hem op 300 wel uit, anders voelt Govert zich lullig. Ja, ja. Wat doe je als je in je eentje op zee bent? Hoe zend je een noodsignaal uit? Boot kantelt om. Ja, hoe moet ik gaan zitten in die boot? Wat is het beste hoe ik me eigenlijk kan verplaatsen onder die boot? We leerden enorm veel leerzame theorie over het overleven in bizarre situaties. De ergste situatie, je komt op zee. Je bent in het water. Ja, wat moet ik doen wanneer ik alleen ben? Wat moet ik doen als groep zijn? Stel, die helikopter gaat te water. Wat moet je doen? Hoe kom ik er het beste uit? Desoriëntatie. Denk aan, we gaan draaien, we gaan kapseizen. We werden meegenomen naar de ruimte waar het zometeen allemaal gaat plaatsvinden. Krijgen de juiste uitleg en nu gaat het dan echt gebeuren. Ik moet zeggen, stiekem ben ik best wel zenuwachtig. Kijk, we hebben zelfs onze naambordjes mooi gekregen, geclassificeerd en al. We beginnen met de kapseisoefening. Stel je bent op zee, de boot kipt om. Hoe reageer je? Als je niet uitkijkt, kom je in de motor terecht. En het is natuurlijk echt belangrijk voordat je op water gaat, dat je dit gewoon echt al meerdere keren hebt gedaan en precies weet wat je moet doen. Kijk, je krijgt zo'n luchtbel onder die boot natuurlijk, waardoor je gewoon nog adem kan halen eronder. Eenmaal op de boot is het ontzettend belangrijk dat je oppast voor je hoofd. Je houdt je goed vast aan je stoel, als zowel de zijkant, zodat je altijd blijft weten waar je op dat moment bent. Oké, zijn jullie oké? Ja. Ja, ook? Bijna. Vervolgens verplaats je naar een zijde van de boot. Vanuit daar ga je één voor één naar buiten toe. Klop je op de bovenkant zodat de ander het hoort. En op die manier zou de hele bemanning veilig moeten zijn. Dat zijn onze twee nieuwe opstappers. Ja, wat denk je ervan? Alle vertrouwen. Alle vertrouwen. Alle vertrouwen in die mannen. Zeker. Bij de glimlach. Zeker. We blijven lachen. Top. Maar dan gaat plotseling het licht uit. De oefeningen die langzamerhand wenden in het licht werden nu plots heel anders. Met de nagebootste golven, de storm, is alles een stuk chaotischer. De rust bewaren en terugvallen op het stappenplan is dan wat je moet doen. Omdat ik het komende jaar ook nog een helikopterhijsing ga doen, moest ik dat hier ook in een veilige omgeving gaan leren. Want je moet wel voorstellen, als het natuurlijk echt op zee is en er is nood, is alles anders. Dan krijg je stress, voel je veel meer in je eigen lichaam. Dat heb je hier natuurlijk niet. En terwijl ik dit zeg, moet Tom er ook uit. De helikopter staat klaar. Bij het onderdeel uitmaken van een team moet je ook leiding kunnen geven wanneer dat genoodzaakt is. Kom, roepjes dat de andere twee naar beneden kunnen. Ja? Goed, met de ellebogen klemmen. Naar ja, en het is van alles door elkaar, weet je. We hebben jongens, we hebben meiden. We hebben, de jongste is 18 en ik ben de oudste met 52. En alles werkt samen en dat gaat gewoon. Elke uitruk sta je wel aan. Je bent wel echt... met je hoofd bij wat je doet. Oké, we zijn in een noodsituatie, doe je checks. Dat betekent gordel, raam, heeft al spullen weg. Daarna ga je naar de brede positie, voeten naast elkaar, je stoelenbeet, je broekspijp, kin op je borst. Tot we helemaal onder water zijn, krijgen wij dit signaal onder water. Dat hoor je onder water heel goed. Impact, gordel, raam, handgordel, handraam. Kijk naar buiten, haal adem. Daar ga ik dan. Hou je adem weer? De helikopter stort neer, komt in het water. En wij moeten er veilig uit. Ik had maar beperkte tijd om adem te halen. Ik probeer met mijn gedachten de draai ook mee te maken. Maar ik merk toch dat ik langzaam steeds meer gedesoriënteerd raak. Ja, dat was wel raar, maar wel ziek. Je merkt als je eenmaal onder water
komt, dan krijg je die stress, hè? Want ja, dan heb je geen adem en denk je, oké, hoe kom ik hieruit? Ja, het brengt wel wat spanning met zich mee. Het is heel onnatuurlijk, want je wil gewoon boven water blijven. Ja. Het is heel raar dat je jezelf gaat verdrinken. Het gaat ook natuurlijk niet altijd alles perfect. Nee. Dus je kan ook echt heel veel leren met elkaar samen te werken. Wat jij een minder risico vindt, kan je collega goed een heel zwaar risico vinden of andersom. Ons brein zegt van, joh, wij willen overleven. Dat hebben we alle 8 miljard op onze aardbodem. Ja, metaalbranden praat je over 1800 tot 3500 graden. Wat doet CO2 niet met een brand? Metaalbrand, dan is de damp, heeft de juiste mengverhouding. Dus hij is het gaan uitdampen, de stof, om tot een brand gebracht te kunnen worden. Even tussendoor, wat gebeurde hier nou? Ik heb een melding binnengekregen voor een 301 bezond water. Ja, bezond water in Dordrecht. Oké. Okay. Dus er zijn sommige van onze bemanning die gaan nu met spoed naar het boothuis. Doorgaan, ook met slecht weer, niet opgeven. En soms met een actie als je terugkomt, hoef je niet eens te praten met elkaar als zijnde bemanning. Dus als je elkaar aankijkt, dan weet je dat we het goed gedaan hebben. Dat gevoel, dat zit dan in je groep. De eerste paar maanden bij de KNRM zitten erop. Hallo, is er iemand? Inmiddels heb ik mijn vaarbewijs 1, heb ik mijn huwettraining gedaan. Bam, we zijn klaar, de dak zit erop. Heb ik mijn eigen pak, heb ik gekeken in de onderhoudsgarages, heb ik gesproken met verschillende vrijwilligers. Maar ben ik er vooral nog lang niet. In de volgende afleveringen ga ik mijn EHBO halen. Ga ik mee op een oefening naar een vrachtschip? Moet ik een reanimatie uitvoeren? En ga ik mee op een echte melding? Wil jij iets weten van de KNRM'ers? Laat het weten in de reacties. Stel ik jullie vragen tijdens de volgende interviews. Nou, een van de dingen die we vrij veel doen, zijn gewonden van schepen afhalen, van zeeschepen. Er zit altijd wel eens iemand klem of iemand breekt een been bij een val of iemand snijdt in zijn hand. En dat zijn vaak met slecht weer behoorlijk heftige acties, ja. Meestal komt er ook wel een helikopter van de kustwacht bij. Wil je meer informatie over de KNRM? Dat kan via de linkjes in de beschrijving. Maar soms is het gewoon iemand die ergens vast zit met een bootje. Die heel erg in paniek is en niet weet wat ze moeten doen. En die persoon kan je ook echt helpen. Want als wij komen, heeft die persoon wel het gevoel, oké, ik ga gered worden. En dat is wel heel mooi. Nou ja, de dankbaarheid van de mensen is wel een dingetje, hoor. Vooral als je op de steig staat met die mensen, hè. Die knuffel die je af te krijgen. Bedankt voor het kijken en tot het volgende avontuur. En oh ja, blijf natuurlijk geabonneerd, want dan mis je de volgende aflevering van Govert als Redder op Zee sowieso niet. Later.